Hallo, hallo en welkom, welkom alweer jongens en meisjes bij een nieuwe aflevering op mijn YouTube-kanaal. We gaan vandaag verder met Liquigas Crelan, de groene brigade, geco-sponsord natuurlijk door de Belgische Bank. En dat is Crelan. Voilà, Davide Formelo, Colbrelli en Os. Zij gaan vandaag in deze aflevering te zien zijn. Net als Alroux, Vendram en Philipsen. Philipsen, drie zegens tot nu toe. Een van de grote slokkoppen in dit Liquigas Crelan-blok. Dan hebben we de Belgen van Moer, van Wilder en van Hoeken. Jawel, Ilen heeft ook al één zegen te pakken dit seizoen. Deze mannen niet. Viviani, Bagioli en Valter. Alle drie nul seizoenszegens. En dan hebben we de laatste drie in deze aflevering. Ja, u ziet het weer heel wat mannen die dus in beeld gaan komen met De Bot, Chimolai en Kooi. En ja, De Bot heeft dus ook al twee keer gewonnen. Wat gaan we verrijden in deze aflevering? Nog recoursen, daar gaan we zeer zeker een gooi doen naar de overwinning. We gaan ook naar het eerste monument met deze pro-continentale ploeg. Want jawel, we hebben een wildcard gekregen voor Milaan-Sanremo. Dus we gaan daar zeer zeker proberen knallen. Dan gaan we ook nog de driedaagse De Brugge de Pannen meepakken. Die gaan we wel simuleren helaas. En afsluiten doen we met een vijfdaagse ronde in Italië. En dat gaat de Coppi e Bartali worden. Voilà, deze mannen kan je momenteel dus spotten in de Danelite Nokere koersen. Maar Ben Swift is uiteindelijk de grote topfavoriet naast Tim Merlier en Sonny Colbrelli. De outsiders zijn Ballerini, De Best, Philipsen, Bonifacio, Keesbol, Grondal, Amund Janssen en Sacha Modelo. Die mannen mogen we dus gaan verwachten in deze Nokere koersen 2020. Ja, in real life dus niet verreden wegens de coronaperikelen. En wij maken echt wel een goede kans met Liquigas. Wat zijn de dagvormen? Hebben we geluk? Ja, we hebben geluk. Oh, kijk eens aan. We hebben zelfs veel geluk, denk ik. Os plus 3, Chimolai plus 2, Philipsen plus 1, Colbrelli plus 2. Vendram en Van Moer min 1, maar oké. De mannen die in vorm moeten zijn vandaag, zijn dat ook. En hier gaan we naar de Tien du Dragon. Dat is de klim die we vier keer gaan doen vandaag. Plaatselijke ronde dus nu. We hebben hem al twee keer gedaan. Dit is de voorlaatste passage. Klim over kasseien natuurlijk. 14-15% maximum stijgingspercentage. Het gemiddelde schiet me dood. Ik zou het niet weten. Het is een klim van 1,1 kilometer. En ja... De breuken komen en de mannen in, in de back van het peloton of aan de staart roepen momenteel achter hun moeder, denk ik. Ja, het gaat bijzonder snel, hevig ook. En u ziet het, de Koenig is aan het trekken. 40 renners nog bij de laatste passage over de Tien du Dragon. En de Koenig zit goed voorin. Merlier zien we ook zitten, het Belgisch kampioen. En het is deze kampioen die nu enorme tempo omhoog trekt. Morkov voor Ballerini waarschijnlijk. Welke man gaat daar overnemen? Ja, het is Ballerini. Ballerini met de versnelling. Wij moeten mee zijn. Os zit hier. Vendram. Colbrelli ook. Waar is Jappe? Cavagna is mee. Daar zagen we ook Merlier. Hier is Philipsen. Ja, ja. Jasper zit erbij. Morkov zit er ook nog bij. En we gaan naar een groep van 28 renners. Er zitten er nog veel daar dan te linkerbollen aan de staart van dit groepje. Daniel Os. Hij gaat de laatste 5 kilometer in trekken. We hebben hier nog Colbrelli, Vendram, Philipsen, Make. Chimolai zit er ook nog bij, maar die zit zo dood als iets. Dus op die man gaan we geen trein meer kunnen bouwen. Vendram, Philipsen, Colbrelli. Gaan we het zo doen? Ja. Is het eens tijd voor Colbrelli om nog eens een zege te pakken? Hopelijk wel. De Bijs zit hier ook nog. Bol zit ook klaar in het wiel van Merlier. Ballerini volgt zijn landgenoot Daniel Os. Maar wij komen nu met de trein. Voilà. Vendram gaat overnemen. 2 kilometer nog. Philipsen zit klaar om Colbrelli te loodsen. Gaan we het hier afmaken in Nokere koersen. Au, dit moet goed komen. Kom aan Jasper. Nu moet Colbrelli komen. We komen heel laat op het juiste moment. De rest valt stil. En voilà, kijk eens. Dit is een mooi voorbeeld uit het boekje. Hoe je wedstrijd afmaakt op extreem. Op Pro Cycling Manager. Dit is 2020. En de zege is daar. Sonny doet het in Nokere koersen. Voor Jappe. Twee Jappes zelfs. Jasper Philipsen en Jasper De Best. Dan hebben we op 4 Kees Bol. Op 5 Tim Merlier. Dan Nasser Bouhanni. Remy Cavagna. Andrea Vendram. Bonifacio was uiteindelijk 9e. En op 10 vinden we Lyon Calmejean. Ja, oh, lekker. 1-2'tje in Nokere koersen.
Ja, toch wel met een sterk deelnemersveld. Hè? Bol, Merlier, Bouani. Ja, sterk eigenlijk van Nasser dat hij zo lang mee kon volgen in de finale. En voor hem is het dus de tweede ritzege dit seizoen. Een rit in de Ruta del Sol en een semi-klassieker. Ja, als we hem al een semi-klassieker mogen noemen. Nokere koersen. Mooi gedaan, Sonny. En dan gaan we misschien naar de rit van deze aflevering. Jawel, het monument nummer 1 dit seizoen. Milano Sanremo of Milan Sanremo. Ja, en voor ons is dat natuurlijk een superdoel. Het is een Italiaanse sponsor. Ja, hij wil gewoon knallen. We hebben die wildcard verkregen. En ik moet je nu al zeggen, hoogstwaarschijnlijk zal Alpecin Phoenix niet meedoen, denk ik. Want er is eigenlijk één ploeg uitgenodigd, in zoverre dat ik de mails begreep. Oké, ik heb ze wel begrepen, maar er stond er bij de wildcards maar één ploeg. In hoeverre dus het klopt, zou dat alleen Liquigas Crelan zijn vanuit de Pro Continental Tour. We gaan het hier eens bekijken. Gaat Alpecin meedoen of niet? En dan kijken we natuurlijk naar de richting van Merlier, Van der Poel. Movistar niet zo sterk vandaag, nee. Van Avermaat is er wel, Trentin, Stijve, Pedersen, Betjol, Kwiatkowski, Degenkolb, Juwen. Naasten is er ook Koen en Demar. We hebben Alaphilippe natuurlijk met Lampaard en Bennett. Cortina is er ook bij met Mohoric. Van Aert is aanwezig, jawel, met Roglic en Groenewegen. Yates is er voor Michelin. Terpstra, Sagan, Akkerman. Viviani is er ook bij. Nizzolo zien we ook bij NTT. Matthews met Benoot en Krach. Andersen bij Team Sunweb. UAE met Pogacar en Christophe en Gaviria. En voilà. Bardiani heeft ook nog een wildcard. Oké, alle Italiaanse ploegen hebben een wildcard gekregen. Ja, dan klopte die mail niet helemaal. Oké, ik snapte het al niet zo goed. Ik dacht maar één wildcard voor Milaan. Oké, maar dat is dus niet. Maar het is dus chauvinisme. Italiaans chauvinisme. Alpecin moet dus de duimen leggen. Zij doen niet mee in deze monument. In dit monument moet ik eigenlijk zeggen. Excuseer. Jasper Philipsen, jawel. Een man van ons wordt uitgelegd in het magazine. Le Gazzetto dello Sport magazine. Laat het ons zo noemen. Voilà. Kunnen we hier winnen met Philipsen? Ja, het zou wel een stunt zijn, denk ik. Jasper is niet zo sterk op heuvels. Dus, maar kijk eens naar die dagvorm, ja. En als je afvraagt van, ja, LM, hoe komt het nu in godsnaam? In Nokere Koersen al goede dagvormen en nu in Milan Sanremo opnieuw. Ja, het is eigenlijk simpel. Veel van onze mannen beginnen in een eerste vormpiek te komen. Dus voilà, dat is gewoon de normale gang van zaken op Pro Cycling Manager in het voorjaar. En we hebben er een paar die er inderdaad vroeg bij zijn. Zoals Vendram, hij zit in zijn vormpiek. Van Hoeken, ja, ben het niet zeker. Chimolai wel. Philipsen heeft een min 1 dag voor hem vandaag, maar Formolo, Davide, plus 4. Kunnen we het met hem flikken? Niela Belbo, daar zitten we momenteel op. En u zag net de vluchters, of toch al even geleden, de vluchters door het beeld geleiden. Dennis is er ondertussen afgereden van de Ineos Grenadiers. En wij zijn aan het volgen natuurlijk met de Groene Brigade. Dit is een tweede lastig stuk in deze Milan Sanremo, de Colle di Nava. Ja, u ziet het dus, het officieel parcours van 2020. En Tisveld is de dans bij de koplopers aan het leiden. Masnada zit er, Hermans, Martinelli. Hebben we ook nog Kovi. De man van Bahrein heb ik wel gemist, helaas. En waar zit het peloton? Ja, hier al. Ze zijn dicht, hoor. Ze zijn dicht. In de afdaling gaat het gat gedicht worden, denk ik. Of toch op dat knikje daarna, hoogstwaarschijnlijk. Vendram plus 3. Ja. Van Hoeken plus 2. Chimolai plus 4. Viviani plus 1. Formolo plus 4. Ja, het zijn dagvormen waar je toch iets mee kan doen, hoor. Cipressa 4.6. 4,5 gemiddeld. En de plus is van Jetje aan het geven. Akkerman neemt over. Oh, Pascal. Waar ga je heen, man? De Duitser van Bora Hansgrohe, alles op Sagan. Nummer 1, je zag hem net even verschijnen in het midden van het beeld. Voilà, zit in het wiel van Formolo nu. Peter Sagan, is hij de grote kopman bij Bora? Zo lijkt het wel. Want Akkerman is daar ferm aan het doortrekken. Allee, Jappe. Ah, Philipsen krijgt het hier wel lastig, hoor. En we moeten nog over de Poggio. Hij zit ver. 88 eigen tempo. Ook voor Chimolai. En Formolo, die kan gewoon freewheelend volgen. Chimolai eigenlijk ook, hoor. Kijk eens hier, voilà.
Roglic zagen we daar ook goed voor in zitten. In zijn Sloveense kampioenentrui van Jumbo-Visma. Ah, Philipsen. Dit zie ik niet graag. Zeker niet de Milan-Sanremo. Want tussen de Cipressa en de Poggio valt het eigenlijk nooit echt stil op Pro Cycling Manager. Komen sowieso aanvallen. En dan kan je heel moeilijk terugkomen en recupereren. Dus ik vrees dat het voor Philipsen moeilijk wordt. Ja, het was eigenlijk de tactiek om met hem te sprinten vandaag. Lead-out, ja, waarschijnlijk door Cimolai dan. Of Vendram, want die is ook niet traag. Viviani, die is er nu al af. En we gaan aan de Poggio beginnen. Hij is er nog niet af, Viviani, maar hij heeft eigenlijk niets meer op de rekker zitten. Aanval naast ze. Ja, Oliver naast ze. Roglic reageert. Toschken ook van de Zande. Van Lotto Soudal natuurlijk. Maar het valt meteen terug stil. En wij nemen over nu met Cimolai. Davide gaat de rode loper uitrollen voor zijn kopman. De andere Davide. En dat is Formolo natuurlijk. Italiaans kampioen. Voilà, hier zitten we op de Poggio. 4 kilometer lang. 3,9 gemiddeld. De spanning stijgt. Wie gaat deze La Primavera winnen op deze serie van Liquigas Crela? Gaat het voor ons zijn of voor een andere ploeg? Ja, ik heb denk ik alle Milan Sanremo's tot nu toe gewonnen op mijn kanaal, als ik het niet mis heb. Ja, we hebben hem met Van Aert gewonnen, met de Koenig, met Bennett. Ja, inderdaad, dan moeten we vandaag gewoon winnen. Hè. Aanval in ieder geval Formolo. Aanval Formolo. Reactie Valentin Madoua. Voor Demar natuurlijk. Bennett zit daar ook heel goed. Ja, we gaan blijven aanvallen. Niet inhouden Formolo. We hebben een klein gaatje. Hè. Met Van Aert hebben we het ook zo kunnen flikken. Kom aan Davide. Ja oké, okay, bij Van Aert kwamen ze wel nog terug. Want toen was het Van der Poel. En Alaphilippe, denk ik, die als eerste de sprint inzette. En uiteindelijk konden we ze nog remonteren. Formolo heeft niet echt een supersprint. Kom aan, Valentijn. Je zit dood, man. Je zit kapot. Ja, dat is goed. Het gat vergroot. 14 seconden. We komen onder de banner. De reclame van GLS. Kom aan, Formolo. Is het Milan Sanremo voor Liquigas Crelan? Jawel, de laatste 400 meter. Het is binnen. Oh, wat een glorie. Heerlijk. Italiaans kampioen. Formolo wint in zijn eigen land. Het monument. Ja, ja, ja. Het monument voor de Italianen. Milan Sanremo. La Primavera. La Ciclissima. Is binnen voor Liquigas Crelan. Zalig. Zalig, zalig. Ja, ja, ja. Hij zit nog niet in zijn vorm, Picor, Formolo. Hij was goed in de Tirreno. Dat moeten we wel stellen. Maar dat was grotendeels gespijst, omdat we daar heel snel met een goed resultaat kwamen aanzetten. Zijn eerste overwinning ook van het seizoen. Want daarvoor draaide het eigenlijk voor geen meter met Davide Formolo. Ik was al wat aan het denken van, oei, heb ik de verkeerde keuze gemaakt om deze man in mijn ploeg te steken. Maar kijk eens, wat een teruggave geeft hij hier vandaag. Ja, dankjewel man. Dit is pas gewoon reageren met de benen. Ja, extreem. Zeer zeker op extreem. Oh, Davide. Ja, lekker. Ik dacht eigenlijk dat ze nog gingen remonteren in de sprint. Maar Valentijn doet dat heerlijk, hè. Hij liet het, ja, hij zat gewoon kapot, denk ik. Hè. Er komen allemaal theorieën dan naar boven. A la Roglic van op het WK, weet wel, real life. Maar nee. Valentijnke zat gewoon à blok. Bennett is uiteindelijk tweede geworden voor Trentin. En vinden we hier nog mannen van Liquigas Crelan. Ja, vrij ver toch hoor. Cimolai, 30ste. Philipsen, 33ste. Ja, die kreeg het dus enorm moeilijk op de Poggio. Overleefde hem wel, maar kwam nooit meer voorin aansluiten. Dan gaan we naar de driedaagse Brugge de Pannen. Trentin, Matthews en Selig zijn de topfavorieten. Philipsen dus niet, wel een outsider, net als Bol en Ballerini. We gaan deze simuleren, ik had geen zin om hem te spelen. En voilà, dit is het verdict. Oh, en een heel goed resultaat voor Davide Cimolai. Ja, zit in zijn vormpiek, dat is duidelijk. Had een goede dag. Matthews wint voor Nasser Bouhanni. Die zagen we ook al in de hogere koersen terugkomen. Merlier is dan uiteindelijk vierde. En toch een mooie podiumplek hè, met Cimolai. Ballerini sluit de top 5 in deze AG driedaagse Brugge de Pannen. Oké, klein tussendoortje. En dan gaan we naar de Settimani Intercoppi e Bartali.
En heel vreemd, ik denk dat het een bug is, want het viel mij pas op toen ik deze video aan het editen was. Er staat één ploegentijdrit, dat klopt, op dag 2. Maar er staat ook een individuele tijdrit op de laatste dag gepland. We gaan zo meteen kijken als ze het profiel bekijken dat dat inderdaad niet klopt. Voilà. In de laatste rit van Forli naar Forli rijden we over klimmen, over heuvels. En er is niets tijdrijden aan. Dus ja, vreemd. Is het een bug? Als jullie dat al eerder hebben meegemaakt, laat me gerust weten. Maar ik dacht altijd, als je ritten toe-eigent in jouw workshop of jouw database, dan klopt die overview van de rondes toch eigenlijk altijd. Het is de eerste keer dat het me opvalt. Misschien is het al meerdere maals gebeurd dat dat niet overeenkwam. Ja, mijn ogen is er eigenlijk nooit echt opgevallen. Maar in ieder geval, concurrentie. Ja, u ziet het, hè. Wat een zwakke vertegenwoordiging in deze Coppi e Bartali. En dan gaan we Davide Formolo wegpakken. Ja, ik had normaal ook Damiano Caruso in deze ronde willen gebruiken. Maar als je ziet dat de concurrentie echt zo zwak is, dan gaan we het gewoon proberen met Van Wilder, Aru en Van Hoeken. Voilà, dat zijn nog altijd toppers. En Vendram nemen we mee om te winnen in de massasprints. Dat hopen we toch. Maar ja, het valt me wel op. Heel zwakke bezetting in deze Coppi e Bartali. Heb ik de continentale Tour overschat? Ja, het lijkt zo wel wat. Toen ik mijn selectie aan het maken was voor Liquigas, dacht ik van ja, ik moet toch wel wat stevige mannen in huis pakken om de promotie te kunnen maken. Maar als ik dit zie, ja, Kump, Visconti, Vlasov is hier, oké. Astana heeft wel een best degelijke selectie naar deze Coppi e Bartali gestuurd. Maar voor de rest, ja, het is niet wat ik ervan verwacht had. Ook UAE heeft een heel paar sterke pionnen gezet. Maar daar ook wederom niet om te zeggen van mega wauw of zo. En u ziet het, hè, de dagvormen alweer lekker. Valtaire, Van Hoeken, Van Wilder, Vendram, De Bot, allemaal plusjes. Min 3 op Olaf Kooi, dat is jammer, want we wouden met hem hier massasprinten. Maar we gaan het met Vendram dan afproberen maken. Voilà, Valtaire, Kooi zit erdoor en nu moet Vendram zelf komen. Ah, het is van vroeg, het is van vroeg. We hebben nog een bocht. Meestal is dat wel wat voordeel. Komen ze nog terug of niet? Het is een man van Androni die, ja, aandringt. Eigenlijk is het dat niet. Hij komt er nooit meer over en voilà, daar is alweer de overwinning. Ja, maar ik kan er niet aan doen. Maar het is zo'n aflevering waarin alles lukt, ja. Vendram wint hier rit 1 in de Coppi e Bartali. De Brugge de Pannen hebben we niet gewonnen in deze aflevering, omdat we daar dus gesimuleerd hebben. Maar voor de rest hebben we momenteel in deze 8e aflevering al alles gewonnen, ja. Goh, wonderbaarlijk. Maar oké, de vormen kunnen soms echt wel veel geven op Pro Cycling Manager. Belletti was uiteindelijk tweede voor Gidisch. Je ziet het dus, Astana, best een goede selectie hier afgevaardigd. Roeg is vierde voor Valtaire. Op 6 hebben we Ryabushenko. Maar oké, kwam er even moeilijkheid. Dan hebben we nog Kump en Avila in de top 10 staan. Natuurlijk dezelfde mannen in het algemeen klassement. En dan gaan we naar de ploegentijdrit in deze Coppi e Bartali. Je ziet het, ik ga even gewoon doorgaan. Geen kut tussen deze twee. En waarom? Omdat het gewoon simpel is. Ik ga de ploegentijdrit simuleren. Fabio Aru zit momenteel echt met een slechte motivatie. Hier ziet u het nog even, ook de vormpieken. Bijna iedereen dus in een vormpiek momenteel. Maar Aru is dus mentaal niet echt super. Waarom? Hij wil echt wel een eerste overwinning dit seizoen behalen. En dat begint aan hem te vreten. Hè. Ook een goede prestatie, oké. Okay. Als Knecht heeft hij dat goed gedaan in de Tirreno. Maar ja, het begint te knagen aan de man dat hij geen goed resultaat kan neerzetten. Ploegentijdrit, Gatteo, Gatteo. Oh, we krijgen een reward en voilà. Oh, dankjewel PCM, we winnen hem. En hier is ook meteen dan duidelijk dat de andere ploegen niet echt goed volk hebben vertegenwoordigd in deze Coppi e Bartali. Liquigas wint wel. Vendram wint eigenlijk weer om. Hij staat op 1. Is als eerste dus over de finish gekomen. En hij was al de leider. Dus dat is mooi. UAE is tweede. En dan hebben we NTT op een derde plaats. Ja. En dan staan we. Oké, ze verliezen veel tijd. 22 seconden. Net als NTT. Bahrein 34. Swiss Racing 42. Dan Bardiani. Vini Zabu
En dit is het klassement. Liquigas. En natuurlijk Krelan. Ja. Aru staat zevende, laatste van de ploeg. Dat zal wederom niet bevorderlijk zijn voor zijn mentale toestand. Maar we gaan eens kijken wat we met Aru kunnen doen in etappe 3. Want daar is het eigenlijk aankomen, ja, bergop, heuvelop. Vendram wordt als topfavoriet gezet naast Visconti en Vlasov. Gidisch wordt er eveneens bijgezet. Miguel Flores wil ik ook wel nog in de gaten houden van Androni. En wij moeten gewoon onze leiding verdedigen. Veel meer moeten we niet doen. Maar, het gaat niet zo goed met Vendram vandaag. Hij heeft wel een goede dag voor een plus 2. Maar hij is op een van deze hellingen de aansluiting met peloton verloren. En hij is niet meer kunnen terug aansluiten. Ja, heel vreemd. Sognano al Rubicone. Dat is de helling die we meermaals doen in deze rit. 2,8 kilometer lang. 6,3 gemiddeld, excuseer. Maar ja, Vendram is er dus afgereden. Zat ik te slapen? Ja, hoogstwaarschijnlijk. Hij zat vrij ver in het peloton. Plots viel er een breuk tussen twee vrij grote groepen. Vendram zat in groep 2 en daar besloot ze gewoon om niet meer te rijden. Ik had daar nog Olaf Kooi, die heeft wat gewerkt. Ik had daar ook nog Stefan de Bot, die heeft zich kapot gereden. Maar die is nu al eigenlijk goed gerecupereerd, want die zit daar ergens achter, volledig in de achtergrond van dit peloton, dit pak. En deze eerste groep heeft dus 41 renners, met daarbij wel nog Aru voor Liquigas, Krelan, Van Wilder, Van Hoeke en Valter. Dus we gaan in het algemeen klassement wat pionnen verliezen daarbovenin. 3 om goed te zijn, en Van Wilder heeft zijn beste tijd ook gehad. We gaan naar de laatste keer deze klim, waar ook de aankomst bergop ligt. Valter is Aru uit de wind aan het zetten. Van Hoeke zit hier ook nog ergens. Ah, Van Wilder die gaat net niet finishen in deze groep, denk ik. 1,8 kilometer. Ja, we moeten goed timen. Dat is belangrijk bij een sprint bergop. Vlasov zit klaar met nummer 1 van Astana. En die gaat nu versnellen. Heeft Aru daar iets tegenover in huis? Ah, ik denk het niet. Heeft een sprintstat van 61. Wat niet goed is natuurlijk. Daar gaat Vlasov. En hij gaat Visconti kloppen. Op papier is Visconti sneller. Nee. Visconti haalt het nog net met de late eindjump voor Alexander Vlasov. Dan hebben we nog Fabio Aru. Oké, mooie derde plaats voor Fabio. Hij pakt bonies. Ja, dan wordt hij de nieuwe leider, denk ik. Want Vendram, die zit er niet bij. Hij verliest dus de leiding. Miguel Flores is uiteindelijk vierde. En Van Hoeke zagen we ook nog in de top 10. Voilà, dit is het nieuwe klassement. Aru is de nieuwe leider. Dat zal hem wel deugd doen, denk ik. Valter is tweede voor Van Hoeke. En in het joggerklassement vinden we die twee Liquigassers ook terug voor Vlasov. Oké, we zijn goed bezig hier in de Coppie Bartali. Ja, extreem logisch, maar het moet ook natuurlijk. De concurrentie is echt wel niet echt super, hè. Dat mogen we zo stellen. Visconti voor Vlasov, dan Aru. Flores, dan Gebre, Santoro, Ryabushenko, Van Hoeke, Gidisch en Lorenzo Rota was uiteindelijk nummer 10 vandaag. Ja, Valter verliest geen tijd, alle andere Liquigassers wel. En dan houden we nog 3 man van de 7 over, bovenaan, dus in het klassement, het algemene klassement. En normaal gezien zouden we dus in die laatste etappe nog een tijdrit krijgen waar Aru ook niet bijzonder sterk in is. Maar de concurrenten daarboven in het klassement zijn er ook niet sterk in. Maar we krijgen geen tijdrit, dus het maakt niet veel uit. Voilà, de moraal is meteen opgelapt. Kijk eens daar, hij is terug. Oké, ça va, het is in orde. Het is gemiddeld, het is niet meer slecht. Allee, het was eigenlijk minder. En Vendram wordt alweer bij de topfavorieten gezet. Voor Vlasov, Visconti, Gidisch, Ryabushenko, Restrepo, Flores, Aru, Bataglin en Kudus. Ah, het is een stevige etappe hoor. Klim buiten categorie vandaag. Dus er moet wel degelijk geklommen worden. Gaat Vendram dat overleven? Heeft een goede heuvelstat. Qua klimstat is het een pak minder, maar kijk eens dagvorm. Oh, heerlijk. Ja, dat heb je als je de mannen in vorm hebt. Maar ja, we moeten ook wel hier en daar punten sprokkelen natuurlijk.
in de Continentale Tour voor die promotie. Maar als je dit ziet, ja, dan gaan we heel dicht bij ritzegen zijn vandaag. Plus 2 Aru, plus 3 Vendram, plus 1 Van Hoeke, plus 1 Valter. Op Kooi hadden we plus 3 ook. De Bot ook plus 3 van Wilder, plus 2. En hier zitten we op de klim buiten categorie. De Monte Carpegna. Capega. Ja, Carpegna moet je het uitspreken, denk ik. En deze mannen zijn er momenteel afgereden met onder andere Oliveira. Kooi zit hier ook. Die Santé zagen we zitten. En het wordt steiler en steiler naar de top, hè. En Van Wilder gaat versnellen. We hebben 12 leiders voorin zitten. Op een kleine 2 minuten. Een minuut en een half moet ik eerder zeggen. En we gaan de sprong proberen maken met Ilan. Je weet nooit. Een ritzege met Van Wilder. De tweede zou het zijn dit seizoen. Deze dode renners gaan we oprapen. Voilà. Dit is de eerste. Stoschek. Hij gaat veel tijd verliezen, vrees ik nog vandaag. Tenzij toch, ja, nee. Het peloton gaat hem sowieso er nog afrijden voor de top. Carpegna. En Van Wilder komt dichter en dichter bij de eerste mannen. Hij zit er wel bijna door, dus we moeten wat zien dat we de inspanning niet te hoog houden. Misschien ja, terug naar 60, 65 zetten zo meteen. En hier voorin hebben we een duo van Bahrein. Capecchi gaat ook versnellen. Capecchi voor Novak. En ja, dit zijn inderdaad stervende zwanen. Van Wilder raapt ze 1-1 op. Maar ja, Capecchi wordt te moeilijk, vrees ik. Die gaat sowieso de volle bijt nemen op deze klim buiten categorie. 7,3 kilometer lang. 9,3 gemiddeld. Ja, dat is een stevig gemiddelde. Hè. En er zitten twee grote stukken bij die echt stijl zijn. Zoals dit stuk, het laatste. Stroken van ja, 15%. Maar Aru overleeft dit en Vendram ook. Vendram eigenlijk heel makkelijk, want hij is aan het beschermen. Hij is Aru uit de wind aan het zetten op deze flank. Van Hoeke, ja, logisch dat Harm dit ook als de beste kan. Carboni zit daar nog tussen die twee mannen van Bahrein. Maar Capecchi zit nog steeds voorop. En we gaan naar de finale. We maken een grote sprong in deze etappe. Van Wilder en Novak worden gepakt. Al de andere mannen van de vlucht van de dag zijn natuurlijk al ingerekend. Maar Capecchi, hij nog niet. Nee, de Italiaan van Bahrein McLaren zit daar nog steeds voorin. En we gaan moeten werken. De Bot is al stevig bezig. Van Wilder laat zich uitzakken. Oké, Novak heeft zoiets van ja, oké, dan ik ook. En nu gaan we met z'n tweeën achtervolgen. En ik dacht even van, nee, het lukt niet. We gaan het niet dicht krijgen. Maar u ziet het, hè. We hebben uiteindelijk Van Hoeken nog in de strijd gegooid. En het is gelukt. Vendram heeft ook hier en daar in zijn kopbeurt gedaan. 8 kilometer voor het einde. Voor Ristione is het over en uit voor Capecchi. En Flores gaat meteen proberen aan te vallen. Geen meter op kop gereden. Niemand in deze groep van 22. Alleen de liquigassers. En Flores raakt niet weg. Komen er nog andere aanvallen. Voilà, onder de brugpijlers. Pas op voor die ene. Die staat op de baan. Die staat op de weg. Ja, lekker. PCM. 3 kilometer nog. De snelste spurter in deze groep. Sowieso Vendram. Die heeft een sprint van 72 stat. Plus 3 dagvorm. Dus er komen er nog 2 bij. 74. We moeten het in principe afmaken met hem. Aru gaat de lead-out doen, jawel. Omgekeerde wereld eens. Kan normaal niet sprinten, Fabio. Maar kijk eens aan, Vendram. Ja, en Aru sprint er eigenlijk ook gewoon van weg. Oh, Fabio, wat is dit? Ah, probeer dat wiel nog te houden. Nee, Flores gaat er nog over. De winst is voor Vendram. En voilà, hier is plek 3 ook nog eens. Bonis erbij voor de leider, voor Kidish. Hij is ook op papier best snel. Visconti ook niet traag. Dan Bataclin, Ruek, Vlasov, Filossi en Santoro is de nummer 10 in deze etappe. En we krijgen een 8 seconden kloof ook nog eens. Ja, schitterend. 8 seconden. Niet dat er iets mee zijn met Vendram.
Maar ik vind het vooral schitterend, want dit had een Pro Cycling Manager 19 nooit geweest. Nee. Aru blijft aan de leiding, 25 seconden op Vlasov en zijn ploegmaat Gidisch. Ja, oké, okay, ja. Onze mannen zijn weggevallen, want Van Hoeken heeft blijkbaar tijd verloren. Ja, jammer. Maar oké, okay, het zij zo. Het is niet erg, hè. En Valtteri is ook weggevallen. Ja, die was ik al vergeten. Tijdskloofje gekregen en ja, oké. Okay. Zolang dat we het eindklassement winnen met één man is het goed zeker. In de 1-2-3 had erin gezeten. Ik had misschien iets beter moeten opletten met die mannen van de tweede rij dan van Liquigas. Maar oké, okay. Aru was prioriteit nummer 1. En de ritzege met Van Vendram ook, ja. Heeft al twee ritten te pakken, hè, in deze Coppi e Bartali. Als je de ploegtijdrit erbij neemt, zijn het er eigenlijk 3. En wij gaan hier in de laatste etappe over de Rocca della Caminate. Dat is een klim die we toch wel al heel wat keren gedaan hebben vandaag. 2, 4, 6, 7 maal. Dit is de 7e en laatste maal dus. Klim van 3,4. Niet bijzonder stijl, wel hier en daar wat een stevige strook ertussen. Dan komen we toch aan 6,4 gemiddeld. En we gaan nog eens doortrekken met Fabio. Zijn leiderstrijd nog eens in de verf zetten. Ja, het zijn ook wat vreemde leiderstrijden hier in de Coppi e Bartali. Wat kunstachtige dingen. Ik heb geen idee wat er exact op staat. Van Hoeken heeft zijn werk gedaan. We gaan hem toch wel even zijn eigen tempo laten volgen. En Aru, ja, heeft goede benen. Hè? Plus 3. Ja, dan kan je natuurlijk iets meer bergop. En het is Vlasov die mee is. Ja, ja, ja. De Rus laat zich niet verrassen van Astana. Van Hoeken zit erbij. Dus we gaan hem toch even doorgeven. Kijken waar we kunnen uitkomen met deze 3. Ik vermoed niet dat Vlasov gaat meerijden. Want ik denk dat ze daar hopen op Gidisch. Hij kan het zeer zeker afmaken in de sprinten. Voilà, dit is het verschil. Van Hoeken, Vlasov, Aru. En Santoro is nu het gat aan het dichtrijden. En ook Kevin Inkelaar zit klaar om het te dichten van Bahrein McLaren. Vendram is ook natuurlijk aan het afwachten. Ja, voor ons is het geen ramp, hè. Als ze ze terugpakken. Want dan zit de bot klaar om de sprint in te leiden voor Andrea Vendram. En het Inkelaar gaat het dichten. Hè. Ja, hij klaart de klus. Voilà, nog eens woordspelingtje met zijn naam. Ik vind het wel een leuke naam eigenlijk. Visconti. Oh, oh, mannen, mannen. Alarm. Ah, dit is fase rood. Dit is fase rood. We zitten heel dicht bij Forlì. En Visconti gaat er vandoor. 3 kilometer nog. Maar de bot, kijk eens daar. De Zuid-Afrikaanse kampioen gaat dichtknallen. En hoe zit het goed? Nou, Van Hoeken gaat misschien nog wat tijd verliezen. En wij zitten hier klaar met Vendram. Voilà, vlak voor de laatste kilometer komen we er nu uit. Ja, Visconti is geklopt sowieso. Ryabushenko komt eraan, denk ik. Maar het is voor Vendram, jawel. Oh, daar is nummer 3. Andrea. Wat een week, wat een week. Ja, de Settimani Inter Coppi e Bartali is zwaar bijna allemaal voor hem. Alleen het eindklassement niet, nee. Die ene bergachtige rit was er te veel aan. Ja, is een beetje pech gehad natuurlijk in die etappe. Maar voor de rest, ploegentijdrit meegewonnen met de ploeg. En de andere etappes, allemaal de snelste sprinter. Ja, ja, ja. Andrea Vendram, onthoud de naam. In real life rijdt hij dus voor AGDR. Ja, het is echt wel een heel goede renner eigenlijk op Pro Cycling Manager. Ja, ik ben er een beetje door verrast. In de straten was hij ook al goed. En deze Fabio Aru pakt de eindzege. Jawel, hij kan het nog. Toch in een kleinere ronde. We zullen zien in de grote rondes waar we daaruit komen. Eros Capecchi heeft wel de bergtrui eraan overgehouden aan zijn lange vlucht van gisteren. Vendram is de beste sprinter. Ja, logisch. Heeft alle massasprints gewonnen voor Gidisch en dan Vlasov. Deze Rus, moet ik zeggen. Alexander Vlasov is ook de beste jongere. Vlak voor zijn teamgenoot. Hè? Ja. Close duel tussen de twee Astana-renners. En Liquigas zeer zeker de beste ploeg. Daar is zelfs geen twijfel over mogelijk.
Wat een aflevering. Ja, onvoorstelbaar. Bijna alles gewonnen. Schitterend. Voilà. Nog eens de top 10 van de laatste afsluitende rit. Dan gaan we nog eens zien waar onze andere renners zaten. Oh, op 23 seconden. Oh, ja, man. Fuck. Ik had het zelfs nog niet door. Aru, De Bot en Van Hoeken hebben een tijdskloof gekregen. Oh, en we stonden inderdaad 25 seconden. Oh, ik had het nog volledig niet door. Oh my god. Ja, ik had het echt niet door, mannen. Ja, ja, het is nog maar 2 seconden. Oh, damn. Vlaashoff had hier nog bijna de ronde gewonnen. Amai, ik zat wel serieus te slapen daarnet bij het podium. Ja, ik dacht van, oké, ja, easy win. We hadden een 25 seconden voor, geen probleem. Maar we hebben dus een tijdskloof gekregen. En daardoor zakt Van Hoeken ook nog zelfs in het klassement. Oh, damn. Oké, lekker. Maar we hebben uiteindelijk wel gewonnen, hè. Voilà. Het was een aflevering vol met overwinningen. En ik wil jullie alweer bedanken om te kijken. Tot mijn stomme verbazing werd het nog heel close in de kopie, Bartali. Maar vooral onthouden, we hebben het monument gepakt. Milan-Sanremo met Formulo. Bedankt om te kijken. En ik zie je graag terug voor de volgende Vlaanderen. Tot Roubaix. Bye bye.